Dit is vaak de boosdoener, een verstopping in bloedvaten naar de hersenen. De behandeling van een herseninfarct moet snel gebeuren, omdat er anders blijvende schade kan ontstaan. Doordat het ziekenhuis nu een behandelkamer heeft op de eerste hulp, kunnen patiënten sneller geholpen worden. Vanaf het moment dat de patiënt het ziekenhuis binnenkomt vanuit de ambulance tot het moment dat de patiënt wordt aangeprikt, was voorheen 45 minuten. Dat proberen wij terug te brengen naar 30 minuten. Hoeveel patiënten denken jullie hiermee te kunnen redden? Nou, we zien dat er een duidelijke toename is van het aantal patiënten die voor zo'n behandeling in aanmerking komen. Hadden we er vorig jaar meer dan 100, 110 en nu gaat het al richting de 150, 160 per jaar. Een van die patiënten is Anita van Dijk. Zij krijgt in februari dit jaar een herseninfarct. Nou, ik ben heel snel geholpen. Ik ging van de ambulance van de brancard naar het bed. En daar, ze gingen gelijk aan de slag. U bent weer volledig hersteld? Ja, ik ben volledig hersteld, absoluut. Ja. Was dat, denkt u, anders geweest als deze behandelkamer er nog niet was op de spoedeisende hulp? Ik denk dat wat de dokter al zei, is dat als het lang had geduurd, dat er misschien meer letsel was aan mijn hersens. En dat er misschien iets meer dat ik iets meer klachten zou hebben. Maar dat heb ik niet dus. De eerste resultaten zijn goed en daarom heeft het ziekenhuis de wens om in de toekomst de spoedeisende hulp uit te breiden met een behandelkamer voor hartinfarcten. En het Haaglanden Medisch Centrum wil echt een acuut centrum zijn waarin je op de eerste hulp spoedbehandelingen kan doen. Wel zeggen, dan is de rest van het ziekenhuis een beetje overbodig of... Nee, dat is niet zo natuurlijk. Maar je moet als ziekenhuis een keuze maken waar je je focus op gaat leggen.